je het over vaarwegen hebt en waterlinies, dat is niet iets wat je altijd dicht bij huis hebt, waar je ook makkelijk naartoe gaat. Maar deze bus is makkelijk verplaatsbaar en kan dus naar plekken toe gaan waar veel mensen zijn, zodat we inderdaad die doelstelling die we hebben, grote hoeveelheden mensen daarmee in aanraking brengen, dat lukt op deze manier. Natuurlijk, het is een rijdend visitekaartje voor het themajaar. Dat kan je ook heel goed in die buitenkant zien. Dat spreekt aan. Als die bus ergens staat, dan zie je waar het over gaat. En veel mensen kunnen zich iets voorstellen, denk ik, bij de relatie water en provincie. En het tweede is dat die bus wordt gebruikt ook voor scholen die aan omgevingsgeschiedenis doen. En in die bus zitten dus allerlei elementen, objecten en opdrachten die kinderen kunnen doen, waardoor klassen kunnen leren hoe belangrijk het water is in je omgeving en wat voor geschiedenis het heeft. Nou, de les gaat over de Hollandse waterlinie en hoe water in de loop van de geschiedenis eigenlijk op verschillende manieren ingezet is als verdedigingsmiddel. Nou, het leukste wat de leerlingen echt gaan doen in deze bus is zelf ontdekken hoe dat nou precies te werk ging bij het inunderen, dus het onder water zetten van een heel gebied ter verdediging van het land. We hebben een kaart uitvergroot en daarin moeten ze echt precies te werk gaan zoals een soldaat in staat van paraatheid moest doen. Wij bieden het aan bibliotheken. Want ProBibio is een serviceorganisatie voor bibliotheken en dat is ook de opdracht van de provincie geweest. En bibliotheken kunnen dat weer inzetten in samenwerking met historische verenigingen of andere erfgoedinstellingen. Op waterdagen, ze kunnen hem inhuren voor de school, voor de basisscholen. Ze kunnen hem inzetten bij een bibliotheek als ze 's avonds een lezing hebben over het onderwerp. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat dit een hele mooie manier is om over dit stukje geschiedenis van Nederland en ook het culturele erfgoed op een leuke manier over te leren.